Ik denk dat we er heel tevreden mogen zijn over de eerste helft. Ik heb een team gezien die met ballen gespeeld heeft, die met een wel bepaald plan begonnen is aan de wedstrijd en dat goed heeft uitgevoerd. En er dan ook bij momenten nog leuke dingen heeft laten zien daarbovenop, aan de bal, naar opbouw toe en dergelijke. Het vertaalt zich niet altijd 100% in kans, maar goed, je speelt ook tegen de landskampioen. En wij hebben de nodige afwezigen, maar dat maakt nog des te beter dat we dan toch kunnen brengen tegen dit soort ploegen. Maar jullie verliezen deze wedstrijd met 0-3. Het feit dat jullie dan die positieve eerste helft spelen, zorgt het dan toch voor dat je niet met een helemaal wrang gevoel die zomerstop ingaat? Eigenlijk niet. Ik heb er net gepeild ook bij de meisjes van met welk gevoel staat hier nu eigenlijk. Het was de bedoeling om met dat positief gevoel te eindigen. Daarom niet winnen, maar wel een goede prestatie kunnen neerzetten. En dan hebben we ook wel meisjes die nuchter genoeg zijn om te weten dat ze zeker na de tweede helft toe de wet van de sterkste ondergaan hebben. Maar dat ze wel het gevoel hebben gehad van we hebben alles achtergelaten op het trein. We hebben er alles aan gedaan of proberen aan te doen om dat positieve gevoel te bewerkstelligen. En hebben ze ook gedaan. Dus dan ben ik als coach ook tevreden, want ik heb ook die indruk.